Hoi, ik ben Mingfang. Ik ga vandaag een kipfilet met pikante saus maken. Wat we nodig hebben natuurlijk is kipfilet. En daarnaast als groente heb ik gekozen voor champignons, courgette, bamboe, paprika, uitjes, shallot denk ik, en bosui. En het belangrijkste is natuurlijk pikante saus. Wat ik bedoel met de pikante saus, dat is eigenlijk de babi pangan saus. En als je wil weten hoe die moet maken, dan moet je naar mijn andere film kijken. Nou, nu ga ik beginnen met snijden. Dit is voldoende. En charlotte. Champignons in plakjes. En bamboe. Ook in plakjes. Als jullie hier thuis geen bamboe kan vinden, kun je gewoon weglaten. En bosui. Die doen we terug. Even handschoen om. Ik ga kipfilet snijden. Voel ik me fijner om handschoen om te doen. Snij ik in een plakjes, dan is ze sneller gaar. Okay. Kijk, ik heb jullie geleerd hoe jullie die babanga saus moeten maken. En die maak je vaak in één keer vrij veel en dan bewaar je in de koelkast. Maar dan hoef je niet altijd te wachten totdat je babpankan gaat maken. Daarom heb ik deze keer zo'n gerecht met babpankan saus. Maar dan laat ik jullie dat zien en dan kunnen jullie sneller van je babpankan saus af. Ja, die kan ook niet eeuwenlang in de koelkast diepvries blijven. Koelkast nog korter. Ik heb ze in diepvries bewaard en dan een paar minuutjes in de magnetron en dan is die gewoon er weer saus. Kipfilet ga ik nu eerst even marineren met zout, peper, oestersaus, klein beetje aardappelzetmeel, even goed te mengen, een beetje olie erin. Dan meng je het makkelijker. Dan is het te droog. Iets meer olie erin. Nou, zo minimaal kwartiertje laten marineren. En dan heb je zometeen lekkere mouse kipfilet na te koken. We beginnen met winterbamboe even in water te koken. Oh, die andere groente is heel snel gaar. En deze, ja, deze bamboe is volgens mij ook al gaar al. Maar voor de zekerheid ga ik toch maar even koken. Water kookt. Het is al goed. Ik ga er ook even uit. Nou, kwartier is voorbij. We gaan lekker koken nu. Aanzet. Oh ja, heb ik al gedaan. Als die een beetje warm is. Nu wachten we totdat die een beetje warm wordt. Ja, dat is het hoogste stand. Kijk, in de marinade van kipfilet heb ik al genoeg olie erin gedaan. Dus ik hoef in de wok niet meer extra olie in te doen. Ja.
beetje lotter erin. Ruikt zo lekker. En nu bamboe. En de rest van de groenten. Onderkant van bosuitjes. Kipfilet is op dit moment nog niet gaar. Maar dat is juist de bedoeling. Als je het samen met... Anders als die eenmaal garen is en dan pas groenten in doen, ja, dan wordt die te oud. Zo, wat ik nu ga doen is saus toevoegen. Niet allemaal in één keer erin doen. Eerst even kijken. De helft erin. Even kijken hoe die er staat. Ik doe nog een klein beetje erin. Ik hou van een beetje veel saus erin. Echt een speciale geur die Bapanga saus heeft. Komt nu helemaal vrij. Heerlijk. Bapanga saus is een beetje pittig, maar niet heel pittig. Dus als je nou gewoon denkt van ik wil een lekker pittig gerecht wel. Op dit moment moet je dan maar sambal erin doen. Nou, een minuutje of twee ongeveer even laten sudderen, gewoon in die saus. Als die saus warm is, want mijn saus is op dit moment warm toen ik erin doe. Maar als de saus die je thuis koud hebt, dan moet je laten koken totdat die saus goed warm is. Maar wat ik nu heb is gewoon warm. Daarom laat ik alleen maar koken, zodat die smaak in de kipfilet en groente toetrekt. En dan is het al goed. Daarom hoef ik maar kortere te koken, kortere tijd te koken. Bosui heb ik erin gedaan en doe ik een dopje rijstwijn bij en sesamolie. Ik ben klaar. Als je sterk genoeg bent, kun je gewoon met de hele wok pakken en dan opscheppen, dan scheelt je zoektijd naar een opscheplepel. Hier is kipfilet met pikante saus. Makkelijk, hè? Als je mijn video leuk vindt, duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Fijn dat je kijkt naar mijn video's. Dit zijn de originele recepten en je kan ze nergens anders krijgen. Door de recepten te kopen in mijn receptshop help je mij mee om dit YouTube kanaal mogelijk te maken. Wij kunnen het niet doen zonder jouw bijdrage. Vergeet niet, aanschaf van de recepten verplicht je niet tot het bereiden van de maaltijd.